Hoi lieve mensen en welkom weer bij een video op mijn kanaal. En in deze video ga ik jullie mijn oorbellencollectie laten zien. Voordat ik de video begin wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vandaag ga ik jullie dus mijn oorbellencollectie laten zien. En ik heb daarom ook een staart ingedaan zodat jullie goed kunnen zien wat ik heb. En als ik straks beelden ga maken waarin ik ze ook in doe, dan kunnen jullie het ook wat beter zien. Ik ben echt gek op oorbellen en ik heb ook best wel veel oorbelgaatjes en piercings. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind om ze te combineren. Ik vind het gewoon heel mooi staan en heel sierlijk, maar het kan ook heel stoer. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik zal trouwens een aantal oorbelletjes laten zien achter elkaar. En dan laat ik in één beeld zien dat ik ze allemaal in heb. Dus zo hoef ik niet elke keer allemaal shots te doen van één oorbel. Maar dan zien jullie ook gelijk een leuke earparty. Dus gelijk een inspiratie van hoe je oorbellen kan combineren. En laten we beginnen met wat ik nu in heb. Ik heb allereerst hier een Forward Helix. En deze heb ik laten zetten bij Dare to Wear in Amsterdam. Als jullie mijn ervaring willen weten met piercings, dan moeten jullie het even achterlaten in de comments. Dan kan ik daar ook wel een video over maken. Dus bijvoorbeeld waar ik alles heb laten zetten, hoeveel pijn het deed, etc. Dus laat het maar even weten. Maar ook dit oorbelletje heb ik dus van Dare to Wear. En hier heb ik nog een Helix. En dit ringetje is gewoon van de Krijtvat. Die hebben ook zo'n 925 zilver lijn. En daar hebben ze ook altijd van die standaard ringetjes. Dus die heb ik daarvan. Ga ik al eerst nog even door met deze oor. Want hier heb ik hierboven ook een Helix. En dat is ook een ringetje van de Kruidvat. En dan gaan we door met deze oorbellen. Aan deze kant heb ik 4 gaatjes en aan deze kant heb ik 3 gaatjes. En in mijn eerste gaatje heb ik op dit moment een ringetje van Eline Rosina in. En dat is echt een superleuke webshop met hele mooie sieraadjes die je ook zelf kan combineren. De kwaliteit is ook al echt heel erg goed. Dus ik ben daar heel erg tevreden mee. En dan gaan we door met het tweede gaatje. En in het tweede en derde gaatje heb ik allebei een ringetje van de Kruidvat. Weer gewoon zo'n simpel ringetje. En daaraan heb ik hangertjes van Eline Rosina. Je kan namelijk bij die website gewoon aparte hangertjes bestellen. Je kan natuurlijk ook ringetjes daar bestellen, maar ik heb alleen hangertjes besteld. Ja, die hangertjes vind ik gewoon echt super leuk. Je kan die hangertjes heel leuk combineren met elkaar. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Wat ik vergeten ben te zeggen is dit vierde gaatje. En dat zijn oorbelletjes van Lucy's. En Lucy's heb je volgens mij in Amsterdam en in Leiden. Ik weet niet of ze een website hebben. Maar die verkoopt ook hele leuke sieraadjes. Waaronder dit mooie basic oorbelletje. Dan ga ik door met dit paar oorbellen. Dit paar heb ik bij een winkeltje bij mij in de buurt gekocht. Bij Jules. En dit ringetje kon je apart kopen. En dit hangertje ook apart. En zo kon je dus zelf allemaal combinaties maken van wat je leuk vindt. Dus je kan het hangertje er bijvoorbeeld afhalen dat je alleen het ringetje hebt. Of een ander hangertje erbij doen. En zij heeft ook een webshop. En dat is jules.nl. Dus daar kunnen jullie ook op kijken als jullie er iets leuks tussen zien. En dan gaan we door naar deze oorbelletjes. En dit vind ik ook echt super leuke oorbelletjes. Ook bij Jules vandaan. En ik vind het heel leuk dat het gecombineerd is met een beetje mintgroen. Dus dat er ook wat kleur in je oorbellen zit. Dat geeft gewoon weer een wat vrolijkere vibe aan je earparty. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik draag trouwens altijd zilver. Omdat ik dat mooier vind passen bij de ondertoon van mijn huid. En ik heb eigenlijk van jongs af aan altijd al zilver gedragen. Wat ik ook bij Lucy's heb gekocht is dit oorbelletje. Het lijkt er twee, maar je moet ze eigenlijk tegelijk in doen. Je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld de ene in je helix te doen en de ander hieronder in een gaatje. Maar ik vind het ook wel leuk om ze te combineren hier allebei hier beneden. Wat ik naast mijn ringetjes draag zijn dus of deze simpele van Lucy's of bijvoorbeeld deze. En deze vind ik ook heel leuk om te combineren met het stoere ringetje met het hangertje eraan. En deze komen ook van Jules. En dan gaan we door met deze oorbelletjes. En die heb ik bij My Jewelry, ik kan het nooit uitspreken, maar daar gekocht. Jullie weten vast wel wat ik bedoel. En dit zijn gewoon hele leuke oorbelletjes met een soort van kompasster-achtig iets eraan. En die vind ik ook altijd leuk om in mijn eerste gaatje te dragen. En ik vind de kwaliteit van My Jewelry ook heel goed. Wel merk ik dat ze na een tijdje wat minder beginnen te worden. Maar in het begin droeg ik deze altijd ook met douchen en was er eigenlijk nog niks aan de hand. Dus pas na een paar maanden beginnen ze een beetje te verkleuren. Maar nog steeds
zijn ze best wel mooi qua kwaliteit. Dan gaan we weer naar een paar van Jules. Jullie merken wel waar ik mijn meeste oorbelletjes koop. Dit zijn driehoekjes met een leuk patroontje erin. En deze vind ik ook heel leuk om in mijn eerste gaatje te combineren. Dan gaan we door naar deze hangers. Normaal heb ik niet echt hele lange oorbellen. Maar deze zag ik ook bij iemand uit mijn klas. En die had dan net iets anders, maar die vond ik zo leuk. En toen dacht ik, ik ga ook even kijken. Helaas hadden ze die niet meer. Maar bij Lucy hadden ze nog wel deze. En dit vind ik gewoon ook echt heel sierlijk staan. Dus ik draag ze niet heel vaak. Maar bijvoorbeeld bij een etentje of een chique gelegenheid vind ik het heel mooi. En op zich kan je ze ook wel heel stoer combineren met andere oorbellen. Dus dat is niet per se het probleem. Maar ik weet niet, ik vind het wel echt hele mooie sierlijke oorbellen omdat ze zo lang zijn. En dan gaan we door naar nog een paar van Lucy's. En dat zijn deze. En deze vind ik ook heel stoer. En ook heel leuk te combineren met die ringetjes van Jules. Omdat het ook een beetje hetzelfde effect heeft. Het stoere effect. Dus hier ben ik ook echt heel blij mee. Maar ik vind het ook gewoon heel fijn dat dit kettingje aan het slotje zit. Dus zo kan je het gewoon heel makkelijk in doen. En dan heb ik hier nog een heleboel kleine oorbelletjes die ik eigenlijk over de jaren heen heb verzameld. En die doe ik op dit moment niet zo heel vaak meer in. Maar ik zal er wel een aantal nog laten zien. Bijvoorbeeld dit soort oorbelletjes waren heel erg in vorig jaar of zo. Of is het alweer 2 jaar geleden? Ik weet het niet. En dit zijn ook wat stoerdere oorbelletjes. En deze heb ik bij het oorzaakje vandaan. En het oorzaakje zit in Alphen en in Leiden volgens mij. Ook echt een aanrader voor leuke sieraadjes. En deze driehoekjes vind ik ook heel leuk. Die heb ik toen gekregen van mijn zus voor mijn verjaardag. En die had ze bij de HEMA vandaan. En ook bij de HEMA heb je 925 zilver oorbelletjes. En die verkleuren dus ook niet als je gaat douchen. En dat vind ik zo fijn. Eigenlijk de oorbellen die ik het meeste draag verkleuren ook niet. Zo hoef ik ze ook niet uit te doen voor het slapen of met douchen. Dus dat vind ik gewoon heel fijn. En dit zijn ook echt hele leuke oorbelletjes. Bijvoorbeeld deze langwerpige blokjes. Die heb ik bijvoorbeeld ook van de HEMA. En dat vind ik ook heel erg leuk. En verder heb ik nog wat sieraadjes die ik bij My Jewelry heb gekocht. Nu spreek ik het eindelijk volgens mij een keer goed uit. En die heb ik toen ooit gekocht per 1. Omdat ik een tijdje had dat ik eigenlijk het heel leuk vond om in ieder oor verschillende oorbellen in te doen. Dus dan had ik hier bijvoorbeeld sterretje, hartje, rondje of zo. En dan had ik hier een rechthoekje en een knopje en een hanger. Ik zeg maar wat. En dat vond ik dan heel erg cool, omdat het dan heel anders was dan je andere oor. Dus zo had je eigenlijk aan elke kant iets te kijken. Nu achteraf vind ik het nog steeds wel leuk, maar ik ben nu wat meer van de symmetrie. Dus dat het aan beide oren gelijk is wat ik hieronder draag. Vandaar dat ik dus nog heel veel oorbelletjes heb, waarvan ik er 1 heb. En dat zijn eigenlijk alle oorbellen die ik aan jullie wilde laten zien. Ik heb ook heel veel kettingjes en armbandjes. Dus als jullie daar ook een collectie van willen zien, laat het even achter in de comments. Ik hoop dat jullie wat inspiratie op hebben gedaan voor earparties of leuke sieradenwebshops. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om op te nemen. En ik hoop dat jij het ook leuk vond. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. En ik hoop jullie te zien tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!